kijken wat ik moet hebben. Ja. Zo, doe ik het even zo. Zo. Ja, sorry. Ja, doe het gewoon even zo, vind ik leuk. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer maandag 11 april 2022. En het is nu bijna 10:10 in de ochtend. Ja, en mama die komt aangelopen met de honden. Ja. En ze krijgt vandaag het droge binnen. Dus sowieso. En ik moet even de stad in. Dus... lekker gezellig weer met mama vandaag. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze goede vlog. Yeah. Oh, mensen. Ik ben gewoon, nou niet lui, maar ik ben lui. Huh. Mama die heeft nou net een telefoontje gehad, dus leuk, over 10 minuten ongeveer. Tussen nu en 10 minuten staan ze hier voor. Ja, Giselle, top! Ja, dus dat. Ja, ja, ze zijn er hoor. Ja, ja. En nou eens kijken hoe mooi straks dat allemaal er is. Zo, dus even kijken hoor. Wat heb jij dan over eigenwijs? We gaan eens even kijken. Ja. Ik moet deze sowieso los hebben. Hoe zwaar is dat ding? Het is toch wel redelijk zwaar. Ik heb een soort van inbus nodig. Inbusje. Heb ik voor hier nodig. Deze vier. En dit is een soort. Nee, dit is, en dit is een inbus. Krijg ik hier niet mee los. Zal ik eens even kijken of ik dat hiermee. Nou, ik denk dat je dat beter los kunt. Mama, nee, dat gaat dus niet. Ik moet deze los krijgen. Ja? Want ik moet dit ook hier los krijgen. Dit moet ik sowieso hier los gaan halen. Ja, maar dit is een inbus. Dit is een inbus. Wesa. Ik dacht van dat los te halen. Nee, omdraai daar naartoe. Mama, ik moet dit hier ook naartoe krijgen. Dus dit moet om en gedraaid worden. Weet je, Maria, nou laat hem. Nee, hey, ik wil dat doen. Mam,
Ik wil dat doen, dus ik moet inbus hebben. Ja, maar dat weet ik dan. Ik weet het niet te vinden. Ik weet niet wat een inbussleutel is. Vroeger wist ik het wel, maar dat weet ik niet. Gewoon van even die zwarte dingetjes met... Dingen die u dus ook wel eens bij je pakketten krijgt. Inbusje. In dat grijze bakje bedoel je? Ja, dat zijn inbusjes. Ja, dat kan. Ja. En het zijn ook, ja, dat is een filter. Ik zit even te kijken. Had ik nog niet bekeken. En dan moet daar die andere ding zitten. Ja. En dan gaat ook wel wat van moeilijk open. Ja, dat is die. Oh, dat is wel een kleintje. Of zit er nog meer achter? Nou, als u dan even wil kijken voor zo'n inbus, dan zou dat heel fijn wezen. Dus kan dat iets te goed uit? Ja. Ik heb alweer mijn bed wordt afgehaald. Ach ja. Eens even kijken. Welke ik moet hebben. Ja. Ja, ik heb hem. Ben je maar afgisteren? Nee. Nee. Ja. Dat is gewoon even één. Dus twee. Dus drie. Nou, hij valt mee dat hij zo zwaar zo zijn, want hij is helemaal niet zo zwaar. Dus dat valt echt reuze mee. Heel blij mee. Zo. Dat is die. Gaat niet eens. Volgens mij. Kan wel. Nope, dit gaat niet. Oké. Dan heeft mama pech. Deze gaat dus niet. Nee, want die kan ik niet daar knallen. Nee, oké, helaas. Oké, is pech.
Ik heb het geprobeerd. Oké. En dan ben ik eens. Oh ja, beton. Ja, ik ben heel even dom bezig. Ja, heel even hoor. Kijk, nou niet meer. Nou, dan ben ik gewoon heel snel klaar. Oké, dan gaan we hem weer terugklammen. Zo zwaar zijn deze dingen gelukkig niet. Gelukkig, zeg ik. Heel wijselijk. Zo, even weer op mijn pappetje staan. Zo. Ik wil die daar hebben. Eerst die doen. Dan heeft ze pech. Ik heb het geprobeerd. En jullie zijn naar mijn getuigen ervan. Zo, nou, dan kan ik haar dus mededelen dat dat dus niet gaat wat we bedachten. Deze keer is dus niet om switchen. Nou, dan heeft ze pech. Zo.
Dan is het pech. Onderweg, weg, 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 weg. Tja, maar je kan er ook niet van maken. Ja, vreemd hè? Daar is ze, is hij daar. Oké, dan moeten we heel goed opletten op en op deze meneer. Hoe hij met en met zijn poot gaat doen. Met zijn voet. Meneer Motormuis hoor, is handig. Is dat en gevaarlijk of is het gevaarlijk? Let maar op. En daar ligt lekker iemand te slapen. Jo. Nou, kijk eens hoe Lies er lekker bij ligt ook. Mevrouw ligt lekker prins. Heerlijk. En waar is die andere mevrouw? Die ligt hier. Hé? Ja. Oh ja. Oeh. Ja. Nou, mama die zit daar lekker op de praatstoel. En tegen deze lieftallige dame. Zo. Ja, ja, u zit toch nu op en op uw praatstoel? Ja, ik zit allemaal praatstoel. Ja. Ja, daarom, precies dat. Lieg ik er niet over. Nee. Wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja. Zo, doe ik het even zo. Even zo, ja, zo, ja, zo. Sorry. Ja, ik doe het gewoon even zo. Vind ik leuk. Jij! Zag ik niet, Tom. Waar heb je nou je tent gelaten? We zijn nog niet blij. Ja, u. Jij ook. Is dat zo? Jij bent dus blij voor mij. Is dat zo? Oké, dat is mooi. U zegt dat. Vertel, man. Ja, kom er anders bij zitten. Kom lekker bij. Wat ik ook te denken. Nou, kom er dan bij zitten dan. Trinola. Ja, wacht maar even. Het groeit er aardig uit nu. Lekker. Ja. Gezondheid. Waar zijn de koekjes gebleven? Ja. De koekjes. Nog niet gekocht. Nou, dan ga ik de tijd voor even bakken. Ja, precies. Nou, dat gaat. Maar je bent de lengteplek aan het bepalen. Daarom zeg ik al. En de een is lang en de ander is heel kort, zeg maar. Nou, je merkt het wel met die punten. Ik zou zelf zeggen, voor die zijkantjes gewoon een centimeter en de rest. Ja, precies. Nou. Je merkt het, hè, inderdaad, hè? Ja. Ja, maar ik snap je ook. Want we hebben het laatste keer hadden we het ook geblommeerd, hè? Ja. Nee, ik had het toch verteld dat mijn droger kapot was gegaan. Ja? Graag een nieuwe gekregen, vanochtend. Gelukkig. Dat is nog uitzoeken hoe dat werkt. Altijd. En Karin, die had haar zinnen erop gezet om iets voor mij te veranderen, maar dat lukte niet. En de deuren draaien. Van, je bent een schat meid. Van de droom. Maar dat ging dus niet. Nee. En vanmiddag kreeg ik mijn nieuwe huishoudverzorgster. Claudia. Wat zei je? Claudia, ja. Ze is zelfs al in de vlog geweest. Oh, leuk. Zo, we hebben hier een leuke visje. Lekker hè, mam? Ja, ja. Heerlijk. Zo. Daar gaan we weer heerlijk van genieten. Dat bedoel ik. Maar er zit ik op het thema wat de kat niet lust. En dat lust ik ook niet. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, dat doe je oud. Oh. Dat doet oud. Oh. Ja. Nou, nee hoor. Wat mee hoor, heet. Ja. En dan hoop ik dat ik het weg kan krijgen, want jij hebt nogal hard gebakken, want mijn middel wil er nog niet eens doorheen. Nee, ik heb helemaal niet hard gebakken. Lijkt zo. Omdat ik niet deze gassenhuis, zeg maar, inductiekookplaat niet ben gewend.
Merkt u het? Dat het er helemaal niet zo hard is? Wel? Sorry hoor. Ja, wel hard. En goed kouwen. Ach ja, moet kunnen hè toch? Elwin, help, slacht uit. Pijt me. Keel. Nee hoor. Ach ja, wij gaan even lekker genieten. En dan deze tijd. Ja, en dus, en moet en moet kunnen, half één. Ja, nou, dat was weer een hele leuke dag vandaag. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Zo ja, ik zou zeggen, doe duimpje dan even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.